De Bohunks met Denk je nog aan die tijd. Terry X is zelf gitarist van The X. En hij ontmoette de Ethiopische zanger Mohamed Jimmy Mohamed. En hij is erg verliefd op Ethiopische muziek. Als je naar die muziek luistert, dan gebeurt er iets vreemds. Het is net alsof je naar een soort prehistorische popmuziek zit te luisteren. En het wordt nog prehistorischer als Han Bennink mee gaat spelen. De Nederlandse drumgrootmeester. Gaat u luisteren en kijken naar een optreden van Mohamed Jimmy Mohamed.
Zo. Dat was Terry X en Han Bennink even in een duet. Mooi, hè? Wat een energie, Terry. Nee. Dan komt je oude punkverleden toch... Helemaal niet. Dit is mijn moderne improvisatie-toekomst. Oh, sorry. Ik dacht... ja. Oké, we zagen het eerste nummer wat Mohammed Jimmy Mohammed speelde. Samen met Mesele op de krach. Dat is dat instrument, die harp, een soort lier is het. En Aznake op de drum, zeg ik het zo goed? Ja, of Kobberodet. Zo noem je het eigenlijk. Ja. En wat we hebben gezien is muziek uit Ethiopië. Ik heb 2 jaar geleden, geloof ik, met jou ook een verhaal gemaakt over Tjaitu Beraki, een Eritrese zangeres. Nu heb je weer deze cd geproduceerd, samen met, of tenminste over en met Mohammed Jimmy Mohammed, een zanger. Die fascinatie voor die Ethiopische muziek, hè? Waar komt die vandaan? Ja, ten eerste is er een enorme hoeveelheid, wat vrij onbekend is. Dus je ontdekt steeds weer nieuwe dingen. En dan heb je ook in Nicaragua of in Bolivia? Ja, maar Ethiopië is speciaal, denk ik, omdat het vrij onbekend is, maar ook dat het... je kan ze niks wijs maken. Het is gewoon hun muziek. En wat wij er ook omheen doen, ik kan als een dollarstier daar gaan spelen, maar hun blijven gewoon... Blijven gewoon hun rustig, muziek. Hè? Ja. En dat is gewoon... Ze laten zich niet uit het veld slaan. En dat is vrij uniek. Zometeen komt Jimmy erbij zitten. Dan kan ik even aan hem vragen of hij dat hij daar eigenlijk nou van vindt. Dat Han Bennink, de grootmeester, de Nederlandse grootmeester op de drums... wat die allemaal doet met die muziek. Maar het lijkt heel erg harmonieus, organisch met elkaar samen te gaan. Lijkt het wel. Ja, maar het heeft zich wel zo ontwikkeld, hoor. Het is niet dat wij bedenken van... je moet Han Bennink bij hun laten spelen. Of dat... We zijn samen op tour geweest en langzaam zeker groeide dat naar elkaar toe. En dan werkt het ook in Ethiopië, hè? In Ethiopië en jullie Europa. Zijn ook naar de woonplaats gegaan van Jimmy. Laten we even kijken naar Jimmy thuis in Ethiopië. Ja. Jullie hebben ook daar getoerd met Jimmy. Hoe wordt er eigenlijk daar gereageerd op als jullie samen muziek maken? De manier die we net gezien hebben. Ja, mensen die nemen dat zoals het is. En al is het heel vreemd of ver van hun bed, dan nog zien ze dat het ook muziek is. Gewoon. En dat is een mooie connectie. Het is niet dat ze erg enorm onder de indruk zijn van, oh, we moeten het ook zo doen. Maar ze herkennen wel dat er muziek wordt gemaakt en dat er een verhaal wordt verteld en een avontuur wordt beleefd. En dat, dat werkt gewoon. Met The X, dat is jouw band, waar jullie zo in 1979 mee begonnen zijn, hè? Een jaar of 25 geleden. Dat was wel de punkperiode. Nou, jullie hebben daarna een enorme ontwikkeling doorgemaakt, met heel veel verschillende mensen samengespeeld. Ja. Maar toch, die kern van muziek maken, van een soort authentieke, nogal vrije... herken je dat ook in hoe zij muziek maken? Ja, nee, zeker. Dat is volgens mij ook wel de connectie. Het is echt... Het hoeft nergens aan te voldoen en je doet het vanuit je eigen spirit, maak je dat in. Hoe ben je bij Jimmy Mohammed terechtgekomen? Wat heb je hem ontmoet? Ik zag ze een keer in Parijs en toen hebben we ze een keer uitgenodigd op een tour. En toen, dus niet in Ethiopië zelf? Nee, heb ze eerst een keer in Parijs gezien en toen heb ik ze inderdaad in Ethiopië gezien. En dat is fascinerend hoe ze thuis spelen en de hele nacht en een enorme... Ja, dat gaat wel even verder dan hier. Ja, want het heeft de neiging om de hele tijd door te gaan. Het is heel verhalend. Ja, en die verhalendheid, dat is fascinerend midden in de nacht in Addis. Ze kunnen het overal over hebben en dat gepraat en grappen. Het is een heel spannende soort manier van vertellen. Zullen we Jimmy zelf even vragen om erbij te komen? Hello, Jim. Welkom. Welkom. Yeah. Did you like the playing with Han Bennink? Just now? Yes. Yeah? Yes. Uh-huh. Yes, he's... He gave for my or our work, he gave life. He gave life? Yeah. Uh-huh. When he stand abreast us, we feel enchant or glad. We feel glad? Yeah. Mm-hmm. Mr. Mohammed, you were born in Ethiopia. You were born blind? No, after I born, 40 days ago,
I get blind. For me, not bad luck. It's given from God in every way. That you are a singer. Mm-hmm. How come? How did you become a singer? It's coming with born, I think. It's a gift. Was born? Yeah. Uh-huh. You always wanted to sing? Yeah. I read about your life story, that when you were small, people really took care of you. Many people just gave you a shelter in their home. Is this the way you survived in Ethiopia? Oh, I depend on myself, all right? You did it on your own? Yeah. Okay. Because I am working. It's thanks to God. Jullie zijn niet meer in Nederland te zien, hè? We spelen nog op Crossing Border Festival. Okay. En wanneer is dat? November. 16 november. 16 november, ja. Okay. Zometeen gaat Jimmy Mohammed nog één stuk spelen. Een echte blues. En het gaat over verloren liefde, want daar gaat muziek toch heel vaak over. Volgende week in Vrije Geluiden, dan hebben we Boubacar Traoré, ook niet mis. En ik heb nog een uittip, dat is van 9 tot 12 november... is hier in het muziekgebouw en in de Raza en in het Bimhuis... is het eerste Nederlandse flamenco-festival. Flamenco met een C. En dit vind ik heel bijzonder. Faiz Ali Faiz, dat is een Pakistaanse zanger. Je zou denken, een Pakistaanse zanger, wat doet hij op een flamenco-festival? Maar het is juist dat men niet precies weet waar de flamenco nou eigenlijk van oorsprong... afkomt. En een van de ideeën is dat hij misschien toch ook wel iets te maken heeft met die Qawwali-muziek die uit Pakistan komt. Van 9 tot 12 november kunt u daarheen. Tot volgende week.
Ik ben